Okay, which serve for 2-3 after high spirit serve Fushi. Net half 40 an injury timeout. En zo veel fouten. Ik durf niet te hitten, niet te laten de bal. En alle keuzes gewoon slecht op voetenwerk. Dit is het typisch hoe hij alle matches speelt. Typisch wanneer hij slecht speelt. Dit is echt typisch van zijn leven. De meeste 80%, 90% van zijn hoe hij speelt in deze match, deze kwaliteit. Het is heel consistent wat hij deed in termen van hoe hij speelt de laatste 2 jaar. Alles is gewoon slecht. Geen flow, geen follow-through. Define van de punt is heel slecht. Finishing off is niet follow-through. Dit zijn dingen die hij gewoon nooit goed durft toe te passen in zijn game. Deze speler is zo slecht. En hij gaat ook verliezen ook nog. Hij verloor eerste set 5-1. Door een cruciaal moment breekt daar de technisch. En vanochtend had hij een hele slechte warm-up. Ruzie met de vader. Nee, weer een slechte voetenwerk. Er is gewoon niks. Hij is niet ready voor de return. Hop de bal uit. In plaats van be ready and return. Dan hebben we coaches, Kai aan de zijkant. We hebben Princeton coach. Kyle coach. Dit is de derde voor de derde volley. Dat hij gewoon geeft in het net. Ik zie de tik van zijn racket. Waarom doet hij dat? Alleen de wrist. In plaats van echt de legs, push-up en hit. Hij stond 30-14 voor. Hier een breakpunt tegen. Kijk bij deze weer afmaken. Ga van de game weer. V2, opponent serve. Kijk, dat is een forehand, return. Dat is forehand. Niet follow through. En een eye de bal. Oké, dat is goed. Dat is een domme shot. Dan zie je een domme shot. Alles error die hij meestal meemaken is nu op de tape. Hopelijk dat hij leert van zijn fouten. Hij heeft van de laatste 5 jaar echt niet geleerd van wat hij fout gedaan heeft. Oké, dat is snap. Waarom hit hij de open face? Hij moet cover. Freaking racket. Hit en stop. Geen follow-through. Dezelfde techniek
Een keer dat techniek vannacht, dan hebben wij over gehad of nog. Zo slecht. Hij slaapt in de bal. En geen legs met die tee-off. Hij mist zoveel dit soort shot. Kleine shotball. Kan hij spelen. Zo. Waarom durft hij niet te slaan? Hè? Hij durft echt niet te slaan deze match. Elke keer. Tijd staat achter, durft hij echt niet te slaan. Ja, zo weer. 5, 2, 3.